Welkom bij dit college over ANOVA en multiple regressie. Eerst kijken we even terug naar vorige week. Vorige week heb ik jullie lineaire regressie uitgelegd. Het is een soort bouwsteen, een simpel model dat ontzettend goede voorspellingen maakt en dat we vandaag verder gaan uitbouwen met twee nieuwe technieken. Namelijk hoe je categorische voorspellers mee kan nemen en hoe je meerdere voorspellers mee kan nemen. Laten we beginnen met dichotome categorische voorspellers. Vorige week hebben we naar een aantal scatterplots gekeken, waaronder deze. Hier zie je op de x-as biologische seksen, een dichotome variabele. Hier zijn vrouwen gecodeerd als 0 en mannen gecodeerd als 1. En op de y-as een continue variabele van ratiometniveau, namelijk de schoenmaat. Je ziet dat vrouwen gemiddeld genomen lager scoren op schoenmaat dan mannen. En je ziet dat er binnen beide seksen verdeling is. Dus dat sommige vrouwen grotere voeten hebben en andere kleine. En datzelfde geldt voor de mannen. Het is misschien een beetje apart, maar als je voor beide groepen het gemiddelde zou aangeven, dan kun je die twee punten verbinden met een schuine lijn. Net als in de regressie. Herinner je de formule voor een schuine lijn? Y is a plus b keer x. A is hierbij de intercept, dat is waar de lijn de y-as kruist. En ik heb vorige week al uitgelegd dat dat ook de voorspelde waarde is wanneer x gelijk is aan 0. B is het hellingsgetal, de slope in het Engels, dat geeft aan hoe steil de lijn is. En dat is ook hoeveel y toeneemt als x één stapje omhoog gaat. Hoe kunnen we deze formule gebruiken om het verschil tussen twee groepen te beschrijven met een regressievergelijking? Nou, misschien voel je hem al aankomen. We maken een variabele geslacht en daarbij coderen we één groep met de waarde 0 en de andere groep met de waarde 1. En nu kunnen we die standaard regressievergelijking gebruiken om het verschil tussen mannen en vrouwen te schatten en te toetsen. Ik heb het hier in een plaatje aangegeven. Je ziet hier links de schoenmaat van vrouwen en rechts de schoenmaat van mannen. En ik heb de punten een beetje uitgespreid, zodat je duidelijker kunt zien dat er binnen beide biologische seksen spreiding is, dus verschillen in schoenmaat. En ik heb twee verschillende grafieken over elkaar heen geplot. Aan de ene kant zie je dat er een staafdiagram is. En het staafdiagram geeft de gemiddelde van die twee groepen aan. En dan zie je dat het linkerstaafje korter is dan het rechterstaafje. Dus het gemiddelde van vrouwen is lager dan dat van mannen. Maar ik heb ook een schuine lijn door de data heen getrokken. Een soort scatterplot met een regressielijn erin. En dan zie je dat die lijn precies door het gemiddelde van de groep vrouwen heen snijdt en ook door het gemiddelde van de groep mannen heen snijdt. Je ziet ook, tot slot, dat de vrouwen als 0 gecodeerd zijn en de mannen als 1 gecodeerd zijn. Die kennis kunnen we gebruiken om het regressiemodel toe te passen. Want de regressievergelijking geeft ons coëfficiënt A, de intercept. En de intercept is de voorspelde waarde wanneer iemand 0 scoort op de predictor X. En in dit geval zijn dat de vrouwen. Dus coëfficiënt A geeft ons de gemiddelde schoenmaat van vrouwen. Daarnaast hebben we coëfficiënt B. En coëfficiënt B vertelt ons hoeveel y toeneemt als we één stapje omhoog gaan op X. Als we één stapje omhoog gaan op X, dan komen we bij de mannen terecht, want die hebben 1 op die variabele. En dan gaan we b stapjes omhoog om de gemiddelde schoenmaat van mannen te krijgen. Dit is hoe het er in SPSS uitziet. Je noemt dit regressie met een dummy variabele. Een dummy variabele is een variabele die alleen maar de waardes 0 of 1 heeft. Je ziet hier bij de coëfficiënten dat we een waarde voor de intercept krijgen. Dat is 38,3. Dat is de gemiddelde schoenmaat voor vrouwen. En we zien ook dat we een effect van de dummy variabele krijgen en dat effect is 5,2. Dat is het verschil in schoenmaat tussen vrouwen en mannen. Dus als je van het gemiddelde van vrouwen, 38,3, naar de mannen overstapt, dan krijg je er 5,2 schoenmaten bij. We zien ook dat we voor beide coëfficiënten een t-toets krijgen. De t-toets voor de intercept die toetst of die intercept significant verschilt van 0, met andere woorden, hebben vrouwen een significant grotere schoenmaat dan 0? En de t-toets voor het hellingsgetal van seksen, die kijkt of er een significant verschil is tussen de schoenmaten van vrouwen en mannen. En in dit geval is dat er inderdaad. Laten we de output van die regressie even vergelijken met de output van een t-toets in SPSS.
Als we een t-toets opvragen, dan zien we bij de group statistics dezelfde gemiddelde schoenmaat voor de vrouwen van 38,3. We krijgen daar nu ook een gemiddelde schoenmaat van mannen te zien, 43,5. Vervolgens krijgen we een tabel met de independent samples t-test en daar zien we een t-toets met een identieke waarde aan de t-toets die we daarnet voor de regressiecoëfficiënt krijgen. De t-toets is namelijk 20,97. Nou, dat was hier hetzelfde, ook 20,97. En de p-waarden zijn ook gelijk. Verder zien we dat de mean difference in deze tabel wordt aangegeven en dat is precies die 5,2 die we daarnet ook zagen voor het hellingsgetal in de regressie. Hieruit kun je dus concluderen dat de t-toets uit de regressie met een dummy precies dezelfde informatie verschaft als een gewone t-toets waar je al mee bekend bent. Kortom, regressie met een dummy is hetzelfde als een t-toets. Laten we dit voorbeeld even in formulevorm bekijken. Je zou kunnen zeggen dat de voorspelde waarde i met een dakje erop. Je zou kunnen zeggen dat de voorspelde waarde i met een hoedje erop sub i gelijk is aan een intercept a plus een hellingsgetal b keer de waarde op de variabele x voor elk individu. De variabele x codeert nu voor geslacht, waarbij alle vrouwen de waarde 0 hebben gekregen en alle mannen de waarde 1 hebben gekregen. Als we die formule gaan invullen voor de vrouwen, vrouwen hebben allemaal de waarde 0 op de variabele x, dan zien we dat die formule vereenvoudigd kan worden, want a plus b keer 0 is hetzelfde als a. Dus als we de formule invullen, dan zien we waarom de gemiddelde waarde voor vrouwen gelijk is aan de intercept. Als we die formule invullen voor mannen, dan krijgen we i is gelijk aan a plus b keer 1. Dat wil zeggen a plus b. En hieruit kunnen we concluderen dat de gemiddelde waarde voor mannen gelijk is aan de intercept plus het verschil tussen mannen en vrouwen b. En nu snap je de basis van regressie met dummies. Maar ik heb je nu laten zien hoe je een t-toets in een regressievergelijking kunt schatten, kunnen we dit ook uitbreiden naar meer dan twee categorieën? Jazeker. Ik ga dat illustreren met een app. Stel je voor dat we sociaal-economische status hebben gemeten als laag, midden en hoog. Nu willen we vaders betrokkenheid bij de opvoeding van hun kinderen voorspellen aan de hand van sociaal-economische status. Hoe kunnen we dit doen met een regressiemodel? Laten we daar even naar kijken. Dit plaatje laat de situatie bij een ANOVA met drie groepen zien. We hebben hier links groep 1, midden groep 2, rechts groep 3. Binnen elke groep zie je datapunten, dat is de zwarte punten. En elke groep heeft een gemiddelde, aangegeven met de blauwe stippellijn. En er is een overkoepelend gemiddelde van alle drie de groepen, aangegeven met de groene stippellijn. Je kunt drie bronnen van variantie aangeven in dit plaatje. De eerste bron van variantie is de between group variance, de variantie tussen de drie groepen. En die wordt berekend op basis van de afstanden van de drie groepsgemiddelden tot het overkoepelend gemiddelde, aangegeven met die rode lijnen hier. Dus de between group variance wordt berekend op basis van drie verschillen tussen de drie groepsgemiddelden en het overkoepelend gemiddelde. Deze between group variance is vergelijkbaar met wat we in de regressie de regression variance noemen. Er is ook een within group variance. En die within group variance is berekend op basis van de verschillen binnen alle groepen tot het gemiddelde van die groep. Dit is wat we in de regressie de error variance noemen, het onverklaarde gedeelte van de variantie. Dus zelfs als we die groepsgemiddelde gebruiken, dan blijven er nog afwijkingen ten opzichte van het groepsgemiddelde en dat is de onverklaarde of error of within group variance. Tot slot is er de totale variantie en dat is de variantie van individuele datapunten om het overkoepelende gemiddelde heen. Dus elk punt heeft een bepaalde afwijking ten opzichte van het overkoepelende gemiddelde en de total variance is gebaseerd op de kwadratensom van al die rode lijntjes. Deze situatie lijkt heel erg op de situatie met regressie, want we beginnen dus met de total variance. De between group variance verklaart daar een gedeelte van door middel van drie groepsgemiddelden te gebruiken in plaats van één totaalgemiddelde.
En het overgebleven onverklaarde gedeelte is de within group variance en dat is hetzelfde als de error variantie. Je hebt dus gezien dat we voor twee categorieën het standaard regressiemodel konden gebruiken. I is a plus bx en dan is a het gemiddelde van de eerste groep en b is het verschil tussen de eerste en de tweede groep. Maar als we nu drie of meer categorieën willen modelleren, dan kunnen we dat model uitbreiden. En wat je hier ziet is heel belangrijk. Je ziet namelijk dat, net als Lego-blokjes, er stukjes aan de regressieformule toegevoegd worden. De regressieformule begint met I is gelijk aan intercept A. En dan krijgen we er twee Lego-blokjes bij, plus B1 keer X1, plus B2 keer X2. En laten we gaan kijken wat die nieuwe B1 en die B2 betekenen. A is nog steeds het gemiddelde van de eerste groep. B1 is nu het verschil tussen de eerste en de tweede groep. En B2 is het verschil tussen de eerste en de derde groep. We maken hierbij gebruik van hetzelfde trucje dat we daarnet deden om een t-toets te krijgen. We maken dummy-variabelen. In dit geval maken we dummies voor de categorieën van sociaal-economische status. Ik heb hier een tabel gemaakt. In de linker kolom zie je de drie waarden voor sociaal-economische status. Hoog, midden en laag. In de rechter twee kolommen zie je de twee dummy variabelen die ik ga maken om die drie categorieën mee te beschrijven. De eerste dummy heet x1 en de tweede dummy heet x2. Als je nou een hoog sociaal-economische status hebt, dan krijg je de waarde 0 op allebei die dummies. Als je een midden sociaal-economische status hebt, dan krijg je de waarde 1 op de eerste dummy en een 0 op de tweede dummy. En als je een laag sociaal-economische status hebt, dan krijg je een 0 op de eerste dummy en een 1 op de tweede dummy. Met andere woorden, dummy 1 vertelt mij, is deze persoon midden sociaal-economische status of niet? En dummy 2 vertelt mij, is deze persoon laag sociaal-economische status of niet? Als het antwoord op beide dummies niet is, dan moet die persoon dus wel hoog sociaal-economische status zijn. Laten we deze formule ook even invullen. De formule is dus nogmaals, I is A plus B1 keer X1 plus B2 keer X2. Als we dat invullen voor de hoog sociaal-economische status deelnemers, die hebben een 0 op zowel X1 als op X2. Dus B1 keer 0 valt weg en B2 keer 0 valt ook weg. Dus voor hoog sociaal-economische status deelnemers, die krijgen alleen maar de intercept A. De gemiddelde waarde voor hoge sociaal-economische status is dus de intercept A. Als we de formule invullen voor midden, dan krijgen we A plus B1 keer 1. Want die mensen hebben de waarde 1 op de variabele X1. De variabele X2 valt nog steeds weg, want daar hebben ze een 0. Dus voor midden sociaal-economische status mensen is de voorspelde waarde de intercept A plus B1. Waarbij B1 dus het verschil is tussen de hoge en midden sociaal-economische status. Voor de lage sociaal-economische status passen we hetzelfde trucje toe. Alleen valt nu B1 weg en B2 wordt vermenigvuldigd met 1. Dus voor laag sociaal-economische status krijg je de intercept plus B2. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de intercept A de gemiddelde waarde is van de referentiegroep, zo noemen we dat. En de B-coëfficiënten die geven ons het verschil met de referentiegroep voor de groep waar die specifieke dummy variabele voor codeert. Dus dummy 1 codeert voor midden en dummy 2 codeert voor laag. Als je nou een andere referentiegroep zou willen, bijvoorbeeld je wil hoog en midden vergelijken met laag, dan kan je je dummies gewoon anders specificeren. In dit geval heb ik de mensen met laag sociaal-economische status de waarde 0 gegeven op beide dummies. En ik heb nu één dummy die codeert voor hoog sociaal-economische status, dat is x1. En een andere dummy die codeert voor midden sociaal-economische status, dat is x2. Hoe bepalen we nou het aantal vrijheidsgraden voor een regressie met drie groepen? Nou, drie categorieën betekent twee dummy variabelen. Hoeveel parameters hebben we dan in de regressie? Laten we even kijken. We zien I met een hoedje erop sub i is gelijk aan A plus B1 keer X1 sub i
plus b2 keer x2 sub i. Welke letters zijn parameters? Is i sub i een parameter? Nee, dat is de voorspelde variabele i en daar hebben we een unieke waarde voor elk individu. Is a een parameter? Jazeker, we schatten a voor de hele steekproef. Is b1 een parameter? Jazeker, we schatten het hellingsgetal b1 voor de hele groep. Is x1 sub i een parameter? Nee, dat zijn de individuele scores op de variabele x. Dus dit zijn data. Is b2 een parameter? Jazeker, het hellingsgetal b2 is een parameter die we schatten voor de hele groep. En x2 sub i, dat is geen parameter, dat is de data op de variabele x2. Als we dan terugdenken naar hoe de vrijheidsgraden bepaald worden voor de f-toets, dan worden de eerste vrijheidsgraden bepaald door het aantal parameters min 1 te doen en de tweede door het aantal proefpersonen min het aantal parameters te doen. We hebben in deze vergelijking dus drie parameters. Dus de eerste vrijheidsgraden zijn 3 min 1 en de tweede vrijheidsgrade is aantal proefpersonen min 3. We gaan even een oefening doen in kritisch denken. Ik heb hier twee citaten uit een artikel dat werkelijk gepubliceerd is. En ik wil graag dat jullie je kennis van vrijheidsgraden op dit artikel toepassen. Als achtergrondinformatie, dit artikel gebruikte 60 proefpersonen in een onderzoeksontwerp waar 4 groepen met elkaar vergeleken werden. In de resultatensectie staat: Table 1 shows that when the target words were preceded by a neutral prime, comparison congruent words were recognized faster, dan rapporteren ze een gemiddelde en een standaardafwijking, dan comparison incongruent words, rapporteren ze weer een gemiddelde en standaardafwijking voor die groep. Vervolgens rapporteren ze de F-toets. 1,59 is gelijk aan 4,4 met een p-waarde die gelijk is aan 0,05 en een effectgrootte eta kwadraat. Klopt dit wel? Nou, het zou kunnen als ze een t-toets hebben gebruikt om twee van die groepen met elkaar te vergelijken. En dan lezen we verder. Table 1 also shows that when target words were preceded by self-primes and an explicit social comparison was made, then comparison congruent words were recognized faster than comparison incongruent words. En nu zien we een f-toets met 1 vrijheidsgraad, 0,29 en een p kleiner dan 0,05. Dit is interessant, want hier zien we dat er 4 groepen vergeleken worden. Hoe kunnen we dan op vrijheidsgraden 1,29 komen? 4 groepen, 4 parameters. De eerste vrijheidsgrade zou dan 4 min 1 is 3 moeten zijn. De tweede vrijheidsgrade zou het aantal proefpersonen 60 min het aantal parameters 4, dus 56 moeten zijn. Dit klopt dus niet. Zou het je verrassen als ik je vertel wie de auteur van dit artikel was? Dat was Diederik Stapel, een man die later berucht is geworden voor de fraude die hij pleegde in zijn onderzoek. Hij verzon data en soms ook hele toetsen uit zijn hoofd. Nou, dit lijkt een voorbeeld te zijn van zo'n verzonnen toets. En inderdaad, als je dit artikel nu opzoekt, dan blijkt dat het teruggetrokken is door het tijdschrift waar het in gepubliceerd werd. Dit laat zien hoe belangrijk kritisch lezen is. Want als je de basis van vrijheidsgraden begrijpt, dan haal je zoiets er direct uit. Andersom is het natuurlijk ook zo dat als mensen niet kritisch nadenken over dit soort dingen, of bijvoorbeeld het concept vrijheidsgraden niet goed begrijpen, dat zulke valse artikelen kunnen blijven voortbestaan in de onderzoeksliteratuur. Tot zover dit voorbeeld. In eerdere statistiekvakken heb je waarschijnlijk wel geleerd over een ANOVA. Een ANOVA is ook een toets waarmee je meer dan 2 groepen met elkaar kunt vergelijken. Ik heb in de voorgaande slides laten zien hoe je dit met regressie kan doen. Je kunt hier dus uit concluderen dat het ook mogelijk is om een ANOVA te doen met een regressieanalyse. Maar ik wil jullie graag een app laten zien om duidelijk te maken hoe ontzettend veel die twee technieken op elkaar lijken. Deze applicatie laat zien dat ANOVA eigenlijk hetzelfde is als regressie. We beginnen met 2 groepen waarbij de vrouwen de referentiegroep vormen. Hier is wat nepdata gegenereerd en we gaan kijken naar een plotje van die data. In het linkerplotje zien we wat we noemen de regressiespecificatie van deze analyse. We hebben hier links een groep die de waarde 0 heeft gekregen op een dummy. Dit is het gemiddelde van die groep en de waarden binnen die groep zijn daar omheen verdeeld.
En we zien dat de regressielijn door het gemiddelde van die groep heen snijdt. De intercept van die regressielijn, dat is de waarde die geldt voor x is 0. Met andere woorden, de intercept is de gemiddelde waarde van de eerste groep. Als we één stap naar rechts gaan, dan eindigen we bij de mannen. En het hellingsgetal voor die stap, dat is het verschil tussen vrouwen en mannen. Dus als we omhoog gaan met het hellingsgetal, dan komen we precies uit op het gemiddelde van de groep mannen. En ook daar snijdt de regressielijn weer doorheen. Dezezelfde analyse kun je weergeven met wat we noemen de ANOVA-specificatie. Je ziet dat de data identiek zijn en de gemiddelden die zijn identiek. Maar in plaats van een regressielijn ertussendoor zie je nu één horizontale lijn van het totale gemiddelde. En daar wijken de twee groepsgemiddelden vanaf. Dit plaatje geeft dezelfde informatie, namelijk wat is het gemiddelde van groep 1 en wat is het gemiddelde van groep 2. Maar op een net iets andere manier. In het linkerplaatje zien we het gemiddelde van groep 1 en het verschil daarvan met groep 2. En in het rechterplaatje zien we één gemiddelde per groep. Als we er op formuleniveau naar kijken, dan zien we links bij de regressiespecificatie dat de afhankelijke variabele pret gelijk is aan een intercept P0 plus een hellingsgetal keer de dummy die codeert voor of iemand een man is of niet. In het rechterplaatje is geen intercept. We zien hier twee dummy variabelen, eentje die codeert voor of iemand vrouw is of niet en eentje die codeert voor of iemand man is of niet. En voor beide van die dummies wordt een hellingsgetal geschat. Nou, omdat er geen intercept is, vereenvoudigt dat hellingsgetal naar het gemiddelde van die twee groepen. Dus de ANOVA-vergelijking die schat voor beide groepen op basis van twee dummies twee gemiddelden. Dus je krijgt direct de twee groepsgemiddelden hieruit, 2,31 en 3,66. En de regressiespecificatie die schat voor de ene groep een intercept en voor het verschil met de andere groep een hellingsgetal. En daardoor krijg je voor de ene groep het groepsgemiddelde eruit, 2,31, net als rechts. En voor de andere groep krijg je het verschil met dat groepsgemiddelde, plus 1,35. En inderdaad, als we dit bij elkaar optellen, dan komen we uit op die 3,66 hier in het rechterplaatje. Met andere woorden, regressie en ANOVA zijn precies dezelfde analyse, maar op een net iets andere manier weergegeven. Je zou dus eigenlijk kunnen concluderen dat een ANOVA gewoon een andere manier is om te kijken naar een regressie met dummies voor meer dan twee groepen. Nu gaan we naar het tweede onderwerp van deze week overstappen, multiple regressie. In de vorige slides heb ik laten zien hoe je meer dan één dummy variabele op kan nemen in je regressieanalyse. Maar dit was ook al een voorproefje van de techniek die multiple regressie heet. Multiple regressie is een formule waarbij je meer dan één van die Lego blokjes hebt van b keer x. Dus een multiple regressie is a plus b1 keer x1 plus b2 keer x2. In de vorige slides heb ik gezegd dat x1 en x2 allebei dummy variabelen waren. Dat wil zeggen dat ze alleen de waarde 0 of 1 hebben. Maar je zou daar ook gewoon continue variabelen in kunnen stoppen. En je kan het model uitbreiden met zoveel Lego blokjes als je wilt. Dus je kan zeggen, y is a plus b1 keer x1 plus b2 keer x2 plus b3 keer x3 plus b4 keer x4, b5 keer x5 enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Tot en met bk keer xk, zoveel predictoren als je wilt. Als we multiple regressie doen met continue variabelen, dan verandert er wel iets aan de interpretatie. Daar wil ik even op ingaan. Als we naar deze formule kijken, dan weten jullie misschien dat a de intercept is. En dat is de voorspelde waarde wanneer alle predictoren x gelijk zijn aan 0. Dus a is de voorspelde waarde voor een persoon die 0 scoort op alle voorspellers. Bij de dummy variabelen hadden we een referentiegroep gemaakt die 0 kreeg op alle x'en. Maar met continue variabelen werkt dat net iets anders. Daarbij is het de verwachte waarde voor iemand die de waarde 0 scoort op alle x-variabelen. B1 en B2 zijn allebei hellingsgetallen. Je krijgt altijd evenveel beetjes als er x-variabelen zijn.
En b vertelt je hoeveel y toeneemt als x één stapje omhoog gaat, terwijl alle andere x'en gelijk gehouden worden aan de waarde 0. Stel je voor dat ik wil kijken naar voorspellers van het aantal uren dat een ouder betrokken is bij de opvoeding van het kind. Ik kijk naar één voorspeller, namelijk het aantal werkuren. En ik kijk naar een andere voorspeller, namelijk genderrolattitudes, gemeten op een 7-punt Likert-schaal. In deze twee plaatjes heb ik het effect van die twee variabelen met twee aparte simpele regressies bekeken. Links zie je dat er een negatief verband is tussen het aantal werkuren en het aantal uren betrokkenheid bij de opvoeding. En rechts zie je dat mensen met een progressievere genderrol meer uren doorbrengen met het opvoeden van hun kinderen. Maar ik zou deze twee variabelen ook beide in één multiple regressie kunnen stoppen. Als ik dat doe, dan krijg ik deze twee plaatjes. En hier is iets geks aan de hand. We zien nu dat de lijn voor werkuren ver onder de data getrokken is en de lijn voor genderrolverdelingen, die is boven de data getrokken. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat komt omdat de lijn voor werkuren de lijn is voor iemand die 0 scoort op genderrollen. En de lijn voor genderrollen, dat is de lijn voor iemand die 0 uren werkt. Dat is de interpretatie van A en B in multiple regressie, zoals ik die net heb uitgelegd. Maar dat brengt ons in de ongunstige situatie dat de lijn dus niet meer heel representatief lijkt voor de data. Het lijkt hier dus alsof de lijnen wel de trend volgen, maar nu buiten de data vallen. Dat is niet het geval. We krijgen hier een lijn te zien voor het effect van werkuren, gecontroleerd voor het effect van genderrollen en vice versa. En het wordt duidelijker als we hier naar kijken in een driedimensionele plot. Als we deze data in drie dimensies bekijken, dan kunnen we bijvoorbeeld werkuren op de x-as zetten, betrokkenheid bij de opvoeding op de y-as en genderrollen op de z-as. Dan hebben we drie assen in drie dimensies. En we zien nu, als we daar een beetje omheen draaien, dat de data een soort hellend vlak in drie dimensies volgen. Niet een schuine lijn, maar een hellend vlak in drie dimensies. We zien ook dat als we van helemaal één as tegen die lijn aankijken, dat we dan eigenlijk het effect van werkuren op betrokkenheid zien. En als we hem 90 graden draaien en van de andere as kijken, dan zien we het effect van genderrollen op betrokkenheid. Nou, het effect wat we daar straks bekeken, wat onder de data leek te liggen, dat is het effect bijvoorbeeld van werkuren voor 0 werkuren. Dat was dit lijntje. Maar het zou logischer zijn om bijvoorbeeld hier ergens in het midden van de data te gaan kijken. Op dezelfde manier was het effect voor genderrollen wat we daar straks zagen, het effect voor iemand die 0 scoort op genderrollen. Nou, je ziet dat ik dat niet eens kan laten zien in dit plaatje, want genderrollen gaat maar tot 1. Dus dat ligt ergens hier onder de data. En wederom zou het nuttiger zijn als we dat ergens halverwege de data zouden bekijken. Er is een oplossing zodat de resultaten wat makkelijker te interpreteren worden. We gaan de variabelen centreren. Herinner je dat a de intercept is en dat dat de voorspelde waarde is wanneer alle x'en gelijk zijn aan 0? Dat is een beetje onhandig, want in die data van daarnet is er bijna niemand die 0 uur werkt en er is helemaal niemand die 0 scoort op de Likert-schaal voor genderattitudes, omdat die van 1 naar 7 loopt. Dus het is eigenlijk onhandig om te kijken naar die waarde 0. Maar we kunnen de data gaan verschuiven, zodat het nulpunt nu de gemiddelde waarde van die variabelen wordt. Dit noemen we centreren. En je zou kunnen zeggen dat de gecentreerde variabele i sub i gelijk is aan de originele variabele i sub i min het gemiddelde van i. I met een dakje erop. Met andere woorden, van alle observaties trekken we de gemiddelde waarde af. Wat je dan krijgt is dat de originele histogram, die hier in gestippelde lijntjes aangegeven is, wordt verschoven totdat het gemiddelde nu precies op de nul valt. En daarmee hebben we een betekenisvol nulpunt gekregen. Nadat we gecentreerd hebben, doe ik nog een keer de multiple regressie en nu zien de aparte plots van die multiple regressie er zo uit. De lijntjes lopen nu prachtig in het midden van de data. En daarbij is 0 voor werkuren nu de gemiddelde waarde van het aantal werkuren. En 0 voor genderrollen is de gemiddelde waarde voor genderrollen.
Door te centreren kan je dus een betekenisvol nulpunt kiezen voor je predictoren. Bijvoorbeeld de gemiddelde waarde van die predictor. Een ander gevolg is dat de intercept nu de verwachte waarde van de afhankelijke variabele is voor iemand die gemiddeld scoort op alle predictoren. En dat kan je ook mooi interpreteren. Het is ook denkbaar dat we een regressie doen met twee variabelen, waarbij één variabele dichotoom is en een andere variabele continu. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je kijkt naar het effect van geslacht van de ouder en genderrollen op betrokkenheid bij de opvoeding. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat mannen gemiddeld genomen minder betrokken zijn. Zij hebben hier de blauwe puntjes. Maar dat er ook voor mannen een positief effect is van genderrolattitudes. En dat vrouwen gemiddeld genomen meer betrokken zijn, maar ook een positief effect laat zien van genderrolattitudes. Zo zijn er meerdere situaties denkbaar met één dichotome en één continue voorspeller. We gaan ze even af. In het eerste voorbeeld hier zien we dat er eigenlijk geen effect is van de continue variabele op de x-as, want de regressielijnen lopen horizontaal. En we zien dat er geen verschil is tussen de oranje en de blauwe groep, want de regressielijnen zitten tegen elkaar aan. Bij het tweede voorbeeld zien we dat er een positief effect is van de variabele op de x-as, want we zien een stijgende regressielijn. En geen verschil tussen de twee categorische groepen, want die stijgende lijnen lopen tegen elkaar aan. In het derde voorbeeld zien we dat er weer een positief effect is van de voorspeller op de x-as, want we zien stijgende regressielijnen. En we zien een significant effect van de dichotome predictor, want de oranje groep heeft een hogere lijn dan de blauwe groep. In het vierde voorbeeld zien we geen effect van de continue voorspeller op de x-as, want de lijnen lopen horizontaal. Maar we zien wel een verschil tussen de blauwe en de oranje lijn. Dus er is een significant effect van de dichotome predictor. En dan zien we 5 en 6. Daar gebeurt iets aparts. We zien bij plaatje 5 een negatief effect van de oranje lijn en een positief effect voor de blauwe lijn. Die lijnen lopen niet parallel aan elkaar. Wat is hier aan de hand? Dit is wat je noemt een interactie-effect. We zien hier dat het effect van de continue variabele x afhangt van welke groep je bij hoort. Als je bij de blauwe groep hoort, dan is het effect van x positief. En als je bij de oranje groep hoort, dan is het effect lichtelijk negatief. Plaatje 6 is ook een voorbeeld van een interactie-effect. Hier zien we dat er voor de oranje groep geen effect is, een horizontale lijn. En voor de blauwe groep een positief effect, stijgende lijn. Het is heel belangrijk om dit soort plaatjes conceptueel te begrijpen en ook dit soort patronen te kunnen herkennen in echte data. In de voorgaande slides heb ik jullie laten zien hoe je multiple regressie kan uitvoeren. Nu gaan we kijken naar hoe je variabelen kan toevoegen aan een model. Dat noemen we nested models. We gebruiken hiervoor hetzelfde voorbeeld met werkuren, genderrollen en betrokkenheid bij de opvoeding. Eerst doe ik een regressie met alleen werkuren als voorspeller voor betrokkenheid bij de opvoeding. Dan zien we dat het effect van werkuren min 0.14 is en dat het niet significant is met een p-waarde van 0,06. Dan kijk ik naar een simpele bivariate regressie voor het effect van genderrollen. Dat effect is positief, 3,89, en het is wel significant, met een p die kleiner is dan 0,01. Vervolgens doe ik een multiple regressie waarin ik beide predictoren toevoeg. En nu zie ik dat werkuren een effect heeft van min 0.25 en dat het wel significant is. En ik zie dat genderrollen een effect heeft van 4,09 en dat het ook significant is. Hey, dat is interessant. Het toevoegen van beide variabelen helpt mij om het significante effect van werkuren te herkennen. Zonder te controleren voor het effect van genderrollen was dat effect niet eens significant. Hoe kan het dat werkuren eerst niet significant is en wel significant wordt wanneer we ook genderrollen toevoegen? Dat komt doordat het toevoegen van genderrollen de onverklaarde variantie vermindert.
En daardoor wordt het effect van werkuren relatief gezien in verhouding tot de onverklaarde variantie groter. Dit zijn ook voorbeelden van wat we noemen nested models, geneste modellen. We noemen regressiemodellen genest als ze identiek zijn, behalve dat sommige parameters gelijkgesteld zijn aan 0. Dus als we de multiple regressie hebben a plus b1 keer x1 plus b2 keer x2, twee Lego-blokjes, dan zouden we kunnen zeggen het hellingsgetal voor het tweede Lego-blokje, b2, wordt gelijkgesteld aan 0. Als we die formule vereenvoudigen, dan valt x2 dus weg en dan blijven we over met a plus b1 keer x1. Elke keer dat we één of meerdere variabelen op deze manier kunnen wegstrepen, spreken we over geneste modellen. Model 2 is genest onder model 1, omdat model 2 hetzelfde is als model 1, behalve dat er één van de variabelen is weggestreept. We zeggen ook wel dat model 2 constrained is, omdat één van de parameters gelijkgesteld is aan 0. Model 1 is unconstrained omdat alle parameters vrij geschat worden, zowel b1 als b2. Als je zulke nested modellen gaat vergelijken, dan zal je altijd zien dat de verklaarde variantie toeneemt wanneer we predictoren toevoegen. We hebben hier een constrained model met alleen werkuren als voorspeller en een unconstrained model met zowel werkuren als gender roles als voorspellers. En wat je ziet is dat de verklaarde variantie van het constrained model r kwadraat is 0,03 is en de verklaarde variantie van het unconstrained model is 0,97. Nogal een groot verschil. Je ziet ook dat het aantal vrijheidsgraden verandert. Voor het constrained model heb je 1,98, want je hebt twee parameters in dat model, dus de eerste vrijheidsgrade is 2 min 1. En we hebben blijkbaar 100 proefpersonen, want 100 min 2 is 98. En voor het unconstrained model hebben we twee variabelen, dus drie parameters. Dus de eerste vrijheidsgrade is 3 min 1, 2. En de tweede vrijheidsgrade zijn 100 min het aantal parameters, dus 97. Eerst wil ik even terugkomen op een onderwerp van vorige week. Het aantal vrijheidsgraden van een F-toets. Ik heb vorige week uitgelegd dat een F-toets eigenlijk een verhouding is tussen twee bronnen van variantie. Bij regressie zijn die twee bronnen van variantie aan de ene kant de variance explained by the regression, de verklaarde variantie, en aan de andere kant de residual variance of de onverklaarde variantie. En de F-toets deelt dan de verklaarde variantie door de onverklaarde variantie. Daar horen ook vrijheidsgraden bij. Voor beide bronnen van variantie heb je één vrijheidsgraad. Voor de regressievariantie is het aantal vrijheidsgraden p min 1, waarbij p het aantal parameters is. En ik heb uitgelegd dat dat de intercept en het hellingsgetal zijn. En voor de errorvrijheidsgraden is dat het aantal proefpersonen min het aantal parameters van de regressie. Maar dit is een andere manier om hier naar te kijken. Je zou ook kunnen zeggen, in plaats van te spreken over het aantal parameters in de regressievergelijking, kijken we naar het aantal variabelen. Dat noemen we k. Als we er op die manier naar kijken, dan is het aantal vrijheidsgraden voor de regressievariantie gelijk aan het aantal variabelen. De intercept die negeer je dan even. Als we multiple regressie gebruiken met k variabelen als voorspellers, dan kunnen we zeggen dat het aantal parameters p gelijk is aan k plus de intercept, dus p is k plus 1. En als we dan weer naar het aantal vrijheidsgraden kijken, dan kunnen we zien dat het aantal vrijheidsgraden voor de verklaarde variantie gelijk is aan het aantal voorspellers k. Dus hier is een andere manier om daarnaar te kijken. We kunnen hier ook kijken naar hoe groot het verschil in verklaarde variantie is. Dat noemen we de delta r-square. Delta staat voor difference. Delta r-square is het verschil tussen de unconstrained r-square min de constrained r-square. Dus in dit geval 97 min 0,03. En die verschilscore is 0,94. Een belangrijke vraag die overblijft is: verklaart het toevoegen van die extra predictor significant meer variantie? Om die vraag te beantwoorden gebruiken we de incremental F-test, de toename in F-test. We gaan hiermee toetsen of de delta R-kwadraat, de toename in R-kwadraat, significant is. En om dat te doen, gaan we weer een verhouding tussen twee bronnen van varianties uitrekenen. In de noemer zien we nog steeds
de error sum of squares gedeeld door de error degrees of freedom van het unconstrained model. En in de teller zien we het verschil in sum of squares voor het constrained model min het unconstrained model, gedeeld door de vrijheidsgraden van het unconstrained model min de vrijheidsgraden van het constrained model. Je rapporteert dat in een artikel als volgt: het model met werkuren en gender roles verklaarde significant meer variantie in de data dan het model met enkel werkuren. Delta R kwadraat is 0,94, de F-toets met 1,97 is gelijk aan 3610,49 en de p-waarde is kleiner dan 0,001. Ik heb jullie nu de techniek achter multiple regressie uitgelegd, maar waarom zou je het willen gebruiken? Er zijn een paar redenen te noemen. De eerste reden is omdat de meeste fenomenen in de sociale wetenschappen meerdere oorzaken hebben. Als een uitkomst door meerdere predictoren veroorzaakt wordt, dan kan je het effect van iedere predictor beter schatten door ze allemaal in een model te stoppen. Anders wordt het effect van die tweede oorzaak op één hoop gegooid met de errorvariantie. Dat zagen we al in het voorbeeld over werkuren en gender roles. We zagen bijvoorbeeld dat het effect van werkuren niet significant was totdat we gender roles ook toevoegden, omdat de errorvariantie groter was in het eerste model. Een tweede reden voor multiple regressie wordt aangegeven door dit plaatje. Dit plaatje laat zien dat er sprake is van een positieve, significante correlatie tussen de hoeveelheid chocolade die geconsumeerd wordt in een land en het aantal Nobelprijswinnaars dat dat land produceert. Je ziet bijvoorbeeld dat Zwitserland helemaal bovenaan staat met zowel chocoladeconsumptie als aantal Nobelprijswinnaars. Betekent dat chocoladeconsumptie leidt tot Nobelprijzen? Waarschijnlijk niet. Er zou namelijk sprake kunnen zijn van een confounder. Een predictor kan belangrijk lijken als zowel die predictor als je uitkomst allebei veroorzaakt worden door een derde variabele. Dat noem je een confounder. Wat zou nou zowel chocoladeconsumptie als Nobelprijzen kunnen voorspellen? Even nadenken. Sociaal-economische status. Je zou dus bijvoorbeeld kunnen zien dat voordat je controleert voor sociaal-economische status, er een positief significant effect is van chocoladeconsumptie op het aantal Nobelprijswinnaars. En nadat je controleert voor sociaal-economische status, zie je dat dat effect niet meer significant wordt, maar dat het effect van sociaal-economische status wel significant wordt. Als je de juiste confounders meeneemt in je analyse door middel van multiple regressie, dan kan je dus eerder de juiste conclusie trekken. Een derde reden heb ik ook al kort genoemd in dit college, en dat is wanneer er sprake is van interacties. Interacties die gebeuren elke keer dat de uitkomst veroorzaakt wordt door een samenspel tussen twee factoren. Bijvoorbeeld, tijd die een ouder doorbrengt met het kind leidt tot betere ontwikkeling, maar alleen als die ouder ook goed opvoedgedrag laat zien. Dat is een interactie. Maar er is ook iets waar je heel erg voor moet oppassen bij multiple regressie. En dat is multicollinearity. Voordat ik je uitleg wat multicollinearity is, ga ik uitleggen waarom dat zo'n probleem is. Multiple regressie vertelt ons het unieke effect van één variabele, terwijl je controleert voor alle andere variabelen. Met andere woorden, hoeveel extra informatie geeft variabele A ons als we variabele B al weten? Nu gaan we een gedachte-experiment doen. Stel je voor dat ik van alle studenten in mijn klas deze drie variabelen meet. Hoe lang jullie zijn, hoe lang jullie linkerbeen is en hoe lang jullie rechterbeen is. In andere jaren doe ik dit vaak echt tijdens de pauze met een meetlat. Denken jullie dat de lengte van je linkerbeen je totale lichaamslengte voorspelt? Waarschijnlijk wel, want langere mensen hebben gemiddeld genomen langere benen. Is dat ook zo voor je rechterbeen? Waarschijnlijk wel. Als we kijken naar histogrammen van de data, en dit zijn echte data uit vorig jaar, dan zien we een verdeling voor de lengte van het lichaam en een verdeling voor de lengte van het linkerbeen en van het rechterbeen. Als we hier naar kijken in een 3D-plot, dan zien we een hele sterke positieve samenhang, zowel voor de lengte van het linkerbeen als voor de lengte van het rechterbeen,
met de totale lichaamslengte. Je ziet hier die data voor het linkerbeen en het rechterbeen. En op de y-as staat de lengte. En je ziet eigenlijk dat die data ja, amper een vlak omhoog volgt. Maar ze liggen bijna op één lijn eigenlijk. Zelfs in drie dimensies liggen ze bijna op één supersteile lijn die de lucht ingaat. Dus ook al heeft de data officieel drie dimensies, hij gedraagt zich alsof hij er maar twee heeft. En dat is heel kenmerkend voor multicollineariteit. En dan gaan we een regressie doen. Als we een regressie doen van lengte op de lengte van het linkerbeen, dan krijgen we 30% verklaarde variantie en een significant positief effect, waarbij we kunnen zeggen dat voor elke extra centimeter dat het linkerbeen lang was, was het totale lichaam 1,06 centimeters langer. En nu doen we een multiple regressie met twee voorspellers, linkerbeen en rechterbeen. De verklaarde variantie die is groter, 0,42. We zien dat het effect van het linkerbeen negatief is geworden en het effect van het rechterbeen heel groot en positief geworden. Dat is apart. Hoe komt dat? Dat komt omdat de lengte van het linkerbeen en van het rechterbeen heel sterk met elkaar samenhangen, want benen zijn ongeveer even lang. De multiple regressie vertelt je echter wat het unieke effect is van linkerbeen en rechterbeen op totale lengte. En dat unieke effect, dat bestaat niet, want die twee variabelen die meten ongeveer hetzelfde, plus of min meetfout. Dit is een voorbeeld van multicollineariteit. Meerdere van je predictoren meten eigenlijk dezelfde informatie en je hebt ze als unieke voorspellers in je model gestopt. Dat is niet goed. Want je vraagt dan naar de unieke effecten van variabelen die geen uniek effect hebben, maar een gezamenlijk effect. Waar kan je op letten om multicollineariteit te voorkomen? Als je twee variabelen hebt, dan kan je gewoon naar de correlatie kijken, de collineariteit. Als die correlatie kleiner is dan 0,9, dan is het meestal oké, maar soms heb je al een probleem bij correlaties van 0,65. Je kan ook kijken of je regressiecoëfficiënten elkaar lijken op te heffen, zoals in het vorige voorbeeld. De ene regressiecoëfficiënt was negatief geworden en de andere positief, terwijl je op basis van theorie voor beide variabelen een positief effect zou verwachten. Je kan ook kijken of je regressiecoëfficiënten van positief naar negatief springen als je de andere variabelen in het model stopt. Maar dit zijn alleen maar vuistregels. Als je meer dan twee variabelen hebt, dan kun je de multicollineariteit niet herkennen aan een correlatietabel. Want multicollineariteit betekent dat meer dan twee variabelen met elkaar samenhangen en de correlatietabel laat je alleen zien de samenhang per twee variabelen. Wat je hiervoor kan doen, is dat je in SPSS de VIF opvraagt, de Variance Inflation Factor. De Variance Inflation Factor is een maat van multicollineariteit. Als die maat groter is dan 10, dan heb je zeker een probleem met multicollineariteit. En als die groter is dan 5, dan heb je waarschijnlijk een probleem met multicollineariteit. Ik heb hier de VIF opgevraagd voor de linker en de rechterbeen. En ik zie dat de waarde van de VIF voor beide variabelen 7 is. Dat is geen verrassing, want ik heb hier maar twee variabelen. Maar dat geeft wel aan dat ik in de gevarenzone zit. In plaats van de VIF kan je ook de tolerance opvragen, dat is 1 gedeeld door de VIF. Dus in dit geval zou dat 1 gedeeld door 7 zijn. En daarvoor geldt dat een kleinere tolerance een groter probleem met multicollineariteit aangeeft. Dat is het einde van de stof van deze week, maar voordat ik afsluit wil ik jullie nog één voorbeeld laten zien over hoe je multiple regressie moet interpreteren. Ik heb inmiddels honger gekregen, dus ik ga multiple regressie uitleggen aan de hand van mijn lunch. Dit broodje is mijn afhankelijke variabele y. En deze notenpasta is mijn eerste voorspeller x1. Het effect van x1 op de afhankelijke variabele y, dat is het gedeelte waar de notenpasta op het broodje zit. Zo. Nu kom ik met een tweede voorspeller, x2. x2 is deze jam. De jam bedekt ook een deel van het broodje. En als er een kleine correlatie is tussen de jam en de notenpasta, dan overlappen ze gedeeltelijk. Je ziet nu dat er hier alleen maar notenpasta op het broodje zit, hier alleen maar jam en hier zowel jam als notenpasta. Multiple regressie geeft ons het unieke effect van de notenpasta. Dat is dit deel van het broodje. Die mag er even af. Dit is het unieke effect van de notenpasta.
Dit is het unieke effect van de gem. En dit stukje in het midden, dat overlapt zowel met de gem als de notenpasta. En dat wordt genegeerd. Dus de multiple regressie geeft ons het unieke effect van de notenpasta en het unieke effect van de gem. Als de twee voorspellers helemaal niet gecorreleerd zijn, dan hebben we deze situatie. Links alleen maar gem, rechts alleen maar notenpasta. En dan is het unieke effect precies hetzelfde als wanneer we twee enkele regressies zouden doen. Tot slot is dit de situatie met multicollineariteit. Het stukje dat bedekt is met notenpasta en het stukje dat bedekt is met gem overlapt grotendeels of volledig. En we kunnen dus niet meer spreken van een uniek effect van gem of notenpasta. Die twee zijn niet uit elkaar te houden.